Gadelito Hiwaki, de niet-residerende ambassadeur van Suriname in Servië, blikt terug op zijn periode in quarantaine hier te lande. Hiwaki was in Nederland gestrand na een bezoek aan Estland, waar hij namens Suriname enkele overeenkomsten had getekend. Terug in Suriname ging hij in verplichte overheidsquarantaine. Ambassadeur Hiwaki gaat ook in op de relatie tussen Suriname en Estland. Ik heb 5 weken in quarantaine gezeten, zelf quarantaine gezeten in Nederland. Ik heb dat bewust gedaan om geen risico te lopen. 5 weken in een hotel is best challenging. Maar er was genoeg te doen. Dankzij de digitale snelweg heb ik gewoon meetings kunnen hebben met de mensen hier in Suriname, de rest van het e-government team. We hebben gewerkt aan een e-learning platform. We hebben doorgewerkt aan het document management system dat we binnenkort ook in gebruik moeten nemen en nog wat andere projecten. Er was dus nogmaals genoeg te doen. Daarnaast ook heb ik toch ook gesport, wat heel belangrijk is. En ja, dat was het eigenlijk. De tijd die je hier niet hebt om extra in contact te zijn met familie, through Skype of WhatsApp, films kijken. Dat is het zo'n beetje geweest in die 5 weken en daarnaast ook die 2 weken hier in Suriname. De ontvangst was perfect. Ik zal zeggen, bij aankomst is het screening door BOG. In Nederland eigenlijk werden we al op Schiphol gescreend. We moesten daar wat formulieren invullen. Die werden hier gecheckt, werden van een bandje voorzien. Daarna werden onze paspoorten genomen, afgestempeld. Werden in bussen geplaatst naar KKF, waarbij we hoorden waar iedereen naartoe moest. En onze bagage werd dan ook daar geïdentificeerd en meegenomen. In het hotel aangekomen, werden de regels ook, de COVID-regels ook goed opgevolgd. En ja, elke dag kwamen de mensen van AZP langs om de temperatuur te meten, te checken of er niets aan de hand was. Dat was hier in Suriname. En één of twee keer in de week kwam daar ook een arts langs om te checken of alles goed verliep. Kijk, we zijn een heel klein land. En er zullen natuurlijk ook mensen zijn die er geen begrip voor hebben. Maar wij kunnen het ons niet permitteren dat wij naar Suriname à la dol gebracht worden met alle risico's die bij komen kijken. Dus 5 weken daar was, zoals ik het zei, best challenging, maar je hebt er gewoon vrede mee, omdat je geen mensen wil, jouw mensen, je familie, je gezin, je vrienden, kennissen, het land niet in gevaar wil brengen. En ik vond het daarom ook best lastig dat er een app rondging dat ik niet naar Suriname of in Suriname niet in overheidsquarantaine wilde. En ik denk, dat is heel gek, omdat als vader van kinderen niet alleen, maar als medeburger, als we kijken naar wat er wereldwijd gebeurt, kan je echt niet nonchalant mee omgaan en zeggen, nou, ik heb het niet of er is niets aan mij, dus ik kom gewoon naar Suriname en ik begin met alles alsof er niets aan de hand is. Ik ben ook niet-resident ambassadeur van Estonië en ik ben in de afgelopen periode 2 keer naar Estonië geweest. 1 keer was in verband met de onafhankelijkheidsviering van Estonië. En een week daarna was ik er terug omdat we de bilaterale banden zouden verstevigen door middel van het tekenen van een visa-afschaffingsovereenkomst voor diplomatieke paspoorten. En er zou ook een document getekend worden met het Diplomateninstituut van Estonië. Dat ging jammer genoeg niet door, omdat de COVID-lockdown daar al een feit was op 13 maart. En wat we ook nog getekend hebben is een overeenkomst tussen e-government Suriname en de e-government academy van Estonië. Dat is dus op de valreep wel nog, hebben we dat nog kunnen tekenen.
We hebben afgesproken dat wat betreft het diplomatiek instituut van Estonië, dat de documenten dan digitaal afgetikt zouden worden. En wat betreft het visa agreement is de eerste stap dat je tekent voor diplomatieke paspoorten. En de volgende stap, en daar is er wel een voorwaarde voor, dat op het moment Suriname beschikt over biometrische paspoorten, dat Estonië dan ook open staat om totaal visa overeenkomst of dat de visa te weven voor wat betreft Surinamers die naar Estonië willen gaan of omgekeerd.